Op school leren we allemaal over de verschillende landschappen in Suriname. De jonge en oude kustvlakte, het heuvel- en berglandschap zijn bekende begrippen. In die landschappen komen kleinere gebieden voor, zoals zwampen, savannes, schelp en zandritsen. En nu zijn we op weg naar een fantastisch stuk natuur in de jonge kustvlakte. Rafael, Quinten. En ik ga niet alleen. Ik ga met deze kinderen naar een gebied waar er veel water, vissen en vogels zijn. En ook een mooi stuk mangroven. En hoe heet dit gebied? Bigan! Let's go! En als je zo'n tilapia hebt, is dit geliefd bij toeristen? Ja, dus kijk, toeristen, wat betreft toeristen, ze zijn altijd tevreden met alles. Al is het eng, maar dan later is het wel lekker. Omdat jij het hebt gemaakt. Mandjes tilapia. Dit is trapoem. Dit wordt trapoem genoemd hier, maar het is eigenlijk tarpan atlanticus. Ja, en zo'n vis, dus het moet gemeten worden, dus het moet meer dan 30 centimeter zijn. Want anders mag dit niet gevangen worden. Oké, kom eens even. Hera. 1, 2, 3. De Bigipang is ongeveer 136.000 hectare groot en strekt zich uit van Burnside in Koroni tot aan de Corantijnrivier in Nikeri. Het waterniveau varieert tussen 45 centimeter en 1 meter. Bigipang is slechts een deel van de estuarine zone of zeezone die meer dan 300.000 hectare groot is voor de kust van Suriname. Hey jongens, is het gezellig? Ja! En dit is Bigipang, gezelligheid op en top. Moet ik komen? Ja! Wauw, het is adembenemend hoe de natuur je hier tegemoet komt. Vandaag is het World Wetlands Day. En een wetland is een gebied dat in de natuur voorkomt waar er water zit. En Bigipang is een wetland. Dit is echt geen troosteloos landschap. Integendeel, dit is een bruisende natuur met vogels, vissen, reptielen
en zoogdieren. WWF Guyana's staat voor de bescherming van de biodiversiteit en een verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Daarvoor werkt WWF samen met de overheid, NGO's, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, bedrijven en lokale gemeenschappen. En we leren ze om op een betere manier hout te kappen, zodat ze niet alle bomen omkappen zo tjak 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 tjak, koti puru klari, wes boesie. Educatie van jongeren is hiervoor bijzonder belangrijk. Het ziet er geweldig lekker uit. Verse tilapia van de Biggie Pang. Die hadden we net gezien toen we aankwamen. Straks hebben we een goede maaltijd. Hé, hey, krabu! Bigipan is een bijzonder beheersgebied, wat wil zeggen dat er hier bepaalde activiteiten ontplooit mag worden, zoals de visvangst. Hier is ook een jachtgebied. Bigipan en het hele kustgebied van Suriname komen er heel veel trekvogels vanuit het noorden van Amerika. Om Bigipan te beschermen, behouden, hebben we meer manschappen nodig, meer middelen. De stropers eten wel die rode ibissen. Als, ja, ze stropen hier vaak. Hè. Ja, het is erg, het is heel erg. De rode ibissen is een beschermd soort. En voor die toeristen is het nodig dat die vogels beschermd moeten worden. Hier komen er ook veel kaalkopreigers, snippies, de steltlopers, de kumawari. Heel veel vogels, 122 in totaal komen hier voor. Als we geluk hebben, zien we de jaguar, herten ook. En dat zijn de viervoeters die hier merendeel voorkomen. Heb je veel last van vervuiling? Er wordt vuil achter, hier en daar achter overal gegooid. En dat is niet goed voor het toerisme. Op de Biggie Pang komen wekelijks 50 tot 70 toeristen, begeleid door 7 kenners van het gebied. Een plaats die makkelijk te bereiken is en vandaag ben ik toerist in mijn eigen land. Ah. Ja, we zijn er weer. Een van de problemen op de Biggie Pang is dit, het doorsteken of doorbreken van de dammen. Dit wordt gedaan door stropers, want zij willen alsmaar de rode ibis en andere belangrijke dieren van dit gebied meenemen. Het probleem hiermee is dat het zoutgehalte in de Biggie Pang stijgt tot een niveau dat zeer slecht is voor vissen. Dit is erg. Ik kan niet zo doorgaan. Vandaag 2 februari 2008 is het de International World Wetlands Day. Maar we vieren hem hier in Nikeri te Solom. Long May, World Wetlands Day. Een regenachtige dag, heel prachtig, maar we gaan ervoor. De kinderen zijn ready om de spelletjes te spelen en wij gaan ze volgen. Ja.
SOLOM staat voor Stichting Ontwikkeling Landbouw en Omgeving. En onze doelstelling is om de ontwikkeling binnen ons leefomgeving te bevorderen. Maar ook dat wij binnen deze omgeving een zeer belangrijke wetland hebben. En dat is het Bigipan gebied. Als we zo doorgaan met Bigipan, onverstandig, dan gaat het niet verder. Daarom zijn we bezig met tal van activiteiten, waaronder we focussen op educatie, awareness. Met name onze belangrijkste doelgroep zijn de jongeren, die wij bewuster willen maken om het Bigipan gebied beter te kennen en te waarderen en verder te behouden voor de komende generaties. Dit is de estafette obstakelrace, waar we als dieren door het bos heen gaan. We wachten op het startsein. Bikwi! Bikwi, Bikwi! Door de Tigrikati! En we gaan naar de hert. En hier gaan we over de harde. En teamwork is het belangrijkste in natuurbescherming. Sinds 2007 heeft WWF een nieuw element toegevoegd aan het bestaand programma Sustainable Natural Resource Management. En dit is dus het Freshwater programma. Dit is vrij nieuw voor WWF. En binnen dit programma beogen wij na te gaan hoe de zoetwaterbronnen in Suriname nu worden beheerd. Hoe die te beschermen en in de toekomst educatie en awareness met betrekking tot die bronnen verder uit te breiden. Vandaag introduceren wij het belang van Nature Clubs. En daarmee beogen wij om met deze jongeren te werken naar een generatie die bewust is van het belang van het behoud van deze zoetwaterbronnen. En in Nikeri gaat het dus ook om de brakwater-ecosystemen, dus Bigipan. Dus het is jongeren voor de jongeren en een goede aanzet om een generatie te hebben die gaat werken aan zelfbehoud. Behoud van hun ecosysteem, behoud van natuurlijke hulpbronnen die van belang zijn om hun livelihood te garanderen. De bescherming en het behoud van de natuur en de biodiversiteit van Suriname is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Kogwe. 1, 2, 3.